Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze Reti Spring video. Het is ook gelijk de laatste. Oh, dat is wel jammer, vind ik. En jullie ook waarschijnlijk. Maar ja, maakt niet uit. Zoals je kan zien, het is een klein beetje bewolkt. Maar ja, dat komt goed. Dus ik zou zeggen, let's go naar het eten. Ja, fun maken. Ook weer het laatste ontbijt hier zo van 2016, dus ja, daar moeten we even van genieten. Jack it up. Nou, we zitten hier zo en ja, we zitten hier gewoon, want we zijn klaar. We gaan zo met de bus weg, helaas al. Kijk dit ding. Oh, wacht. Kut. Hey, hou eens even vast dit ding. Oké. Okay. Kijk, mijn neefje, hij ging net zo heel waar het... Hij deed gewoon normaal. Kijk, zo, zo. Ja, zo, zo. Gewoon zo vasthouden, zo. En toen brak dit gewoon serieus af. Een fucking las die afbreekt. Ja, mensen, daar gaan we. Helaas. Nee. Lekker naar voren zitten, want hier zo we moeten allemaal naar voren, want ja, nou moet niet, maar dat doen we gewoon.
leuk man, als je hier aan het eten bent, lekker een bus naast je ineens. Nou mensen, we zijn ingecheckt of niet die man? Ja. En was net dus een fucking klein vliegveld. Er kwam dus net een vliegtuig voorbij, dat kan je gewoon zien bij de inchecken. En dan je rook een minuut gewoon daarna gewoon die ja, de uitlaat zeg maar. Dus als ze gewoon een gasaanval willen doen, dan kan dat gewoon om de beveiliging af te leggen. Oh kut, het licht gaat uit. Dus bewegen. Hey, jij doet het weer. Het is nou zo laat, 8:17 en kijk New York, daar is het. Ja, gewoon 17:01, 's middags. Nou, daar hebben we Londen, ja, dat is gewoon 2 uur vroeger dan hier. Izo, dat is hetzelfde. Het is ook hetzelfde Moskou. En Tokio, daar is het al 2 uur 's nachts. Nou, deze broodjes hadden we dus nog van Eftelia Village, hadden we nog even 's ochtends meegepakt. Dus gewoon naar opeten. Nou mensen, we gaan maar in de rij staan, denk ik. We moeten weer met de bus, jongens. Let op. We zitten richting voorin. Kijk, hier zo is het raampje. Eigenlijk is het Timo's plaats en ik zit hier zo, maar ik ga even hier zo zitten. Misschien merkt hij het niet of zo. En ja, let's go. Daar zo is de motor, dus die kunnen we gewoon, de turbine zoals ze dat ook wel eens noemen. Dan die kunnen we gewoon vanaf hier kijken of dat die aangaat. Nou mensen, houd gedimd, dus we gaan. Nou, hij gaat dus nog eerst naar de startbaan. Dat is hier zo rechts. Dus dat wordt mooi dit. Nou, hij is aan het einde van de startbaan, zoals wat ik dacht. Alleen ja, hij moet hier nou gaan draaien, want ja, hij gaat de verkeerde richting, zeg maar. Hij moet richting de zee en dit is richting het binnenland, dus hij gaat nou draaien. Scherpe bocht. Kijk, dit is de startbaan, precies. Mooi, is van de grond. En achter. Oh ja, en achter is hij ook los. We zitten bij de wc. Eerst even pissen en daarna gaan we even kijken wat voor heel mooi geluid dat ding maakt. Oké, jongens, ik ben klaar. Ik weet niet, volgens mij moeten we hier op duwen. Let op. Non du. Ja, lappen. Kijk, we zijn al, waarschijnlijk is daar zo al ergens IJsselmeer. Want we waren net 5 minuten geleden boven Deventer. Dus ja, dat kan dan wel, hè. Waarschijnlijk. Dus ja, het wordt een mooie landing dadelijk in het donker. Het is nu 2:12 Turkse tijd, oftewel Nederlandse tijd 1:12. En we verwachten dat we om 1:30 Nederlandse tijd aankomen. Dus ja, let's go naar de landing. Nou mensen, daar zo, ik weet niet of dat je een beetje kan zien. Wacht, ik doe even dit mooie lampje weg met mijn vinger. Daar zo is Amersfoort, zei hij net. En we zijn ook vlakbij Soest en
En ja, Hilversum en weet ik veel welke allemaal nog meer. Maar dat is die, ja, Blaricum, dat is van Rijke Tatas daar zo. En ja, op naar de landing zeg ik dit ook, maar maakt niet uit. IJmuiden. Sorry jongens, dit moet ik nog even serieus filmen, want dit is mooi, want dit is Haarlem en IJmuiden verderop nog dadelijk, maar dit is Haarlem. En aan de andere kant ligt Schiphol, maar ja, dan moet ik hem opstaan. Deze ding is aan, dus dat kan niet. Ja, Haarlem. Nou jongens, we zitten nu ja, iets boven wolkenniveau. Je hoort hem al echt keihard afremmen. Hij heeft zijn lamp al aan, zijn vlieglamp. Om te zeggen dat hij eraan komt, zeg maar, en dat hij de weg ziet. De landingsbaan. Nou mensen, we zijn op wolkenniveau. Je ziet misschien al wel autootjes rijden. Ik zie dat tenminste wel. Maar ja, de camera is ook veel slechter dan ogen. En je hoort heel die motoren al, zo schoon gaan we. We gaan echt nog maar 300 waarschijnlijk. Nou mensen, we zitten echt nog maar, weet ik veel, 100 meter hoog. Nou, misschien wel minder, ik denk wel 70 maar weer of zo. Je ziet al de auto's al rijden, kijk hier in de autobaan en shit. Nou, we zitten echt nog maar 50 meter hoog. Ongeveer waren wij geland, dus ze hebben het goed uitgekiemd. Nou jongens, misschien kan je het zien, maar hij is geüpdate. We zijn nu ja, tot stilstand eigenlijk, dus ja, we kunnen opstaan. Nou mensen, ik weet niet of dat je mij kan zien. Ik zit in de auto, in onze eigen auto. Ja, we zijn nog steeds bij die gekke parkeerplaats. Maar kijk, let op hè. Ik weet niet of dat je het kan zien, maar het is fucking 2 graden. We zijn thuis mensen, 4:30. Maakt niet uit, ben je moe Timo? Ja, we kunnen net zo goed niet meer gaan slapen. Of wel? Timo is gewoon te moe om te kunnen praten denk ik. Nee mensen, zo laat is het niet. Het was maandag of zo. Er was een stroomstoring hier zo. In Midden- en West-Brabant of zo. En ja, toen was de stroom er dus afgegaan. En nu is die klok gereset of zo. Dus nu moeten we hem weer precies helemaal goed zetten. Nou mensen, doe even like als je het leuk vond. Ja, volgens mij wel. Even wel abonneren. En ik check bij jullie. Ah, houden.